En in dat herindelingsontwerp gaat het over details. Waar komt bijvoorbeeld de grens? Dat is de grenscorrectie die toegepast wordt. Wat komt er met Nuland mee naar Den Bosch en wat gaat met Geffen mee naar Os? Het protest in de politieke arena lijkt verdwenen en de raad is bijna unaniem. Voor. De heer Van Koort. De heer Van Os. Voor. Mevrouw Snijder. Voor. Er klonk slechts één keer en die kwam van raadslid Jan van Hoek. Ja, het is niet anders. Ik laat mijn mening niet varen omdat ik de enigste ben. Veel pijn lijkt het dus niet te doen. De drie dorpen Vinkel, Nuland en Geffen zijn sinds het ontstaan van de gemeente in 1993 nooit echt één geworden. De commissie Huibrechts die advies geeft over de indeling van gemeentes noemde het zelfs een weeffout. En dat is ook te merken op straat. Ik weet niet of er veel verandert of niet veel verandert. Nee. Dan moeten we er afwachten, denk ik. Maar maakt dat heel veel uit als het wordt opgeknipt, die dorpen? Nou, ik denk het niet. Dat denk ik wel van niet. Wij zullen nooit zeggen we gaan naar Maasdonk, we zeggen we gaan naar Geffen of we gaan naar Nuland of we gaan naar Vinkel. Is het protest dan helemaal verdwenen? Nee. Ik denk dat de inwoners van Maasdonk echt nog een keer gehoord moeten worden. En dan ook met duidelijke vragen, eerlijke vragen. Dus niet van moeten wij naar Os of moeten wij naar Den Bosch. Nee, er moet dan er ook bij komen te staan, willen we splitsen ja of nee. En ik denk dat er dan toch een andere uitslag uitkomt dan dat de raad nu besloten heeft. Maar of het nog heel veel uit gaat maken, de kaarten lijken geschud. Nu is het een kwestie van lijntjes trekken. Tot waar komt Den Bosch en waar begint Os?